die eruit. En Mart is dood. Hey kijkers van Gameplay XL, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering, dus hier zo in de wereld van de Sims 4 natuurlijk. Van de familie koning. Doe natuurlijk alvast dat blauwe duimpje omhoog. Hartstikke bedankt voor de 600 likes op de vorige aflevering. Voor Sims is dat natuurlijk echt heel erg veel, dus hartstikke bedankt daarvoor. En het is woensdag vandaag in de Sims. En ik dacht, oké, ik laat Britt eventjes het huis schoonmaken. Er is namelijk toch niemand thuis. Want de vorige keer was het natuurlijk zo'n rotzooi in de keuken. Nu nog steeds, er staat een taart. Er staat, weet ik veel wat die allemaal staat. Een hotdog zelfs volgens mij. Er staat hier een leeg kommertje. Daar staat een leeg kommertje. En er komt allemaal stank vanaf. Dus ik dacht, ik laat eventjes wat opruimen. Ik zet hier trouwens ook eventjes de tv aan voor wat geluid natuurlijk. Zappen doen we gewoon eventjes. Ja, kijk, nou, dan kan ze nu dus eventjes weer lekker verder gaan met opruimen. Stop met kijken, niet de tv uit gaan zetten. Het is gewoon... Gaat ze me... Oh my god. Oké, maakt verder niet uit. Ik dacht dan even wat geluid tijdens het opruimen, maar ze zet hem gelijk uit. Nou, ze gaat in ieder geval eventjes dus lekker dit allemaal opruimen. En het is dus 10:30 ochtends. Iedereen is naar school. De basisschool natuurlijk gewoon tegenover het huis en een van deze huizen die nog steeds onbewoond is. Noah vindt het... Oké, we gaan maar wat doen. We gaan liegen en het verbeteren. Was dit goed? Ja, prestatie groeit klein. Oké, dat is altijd gegokt natuurlijk. Maar, ja, je zag het alweer aan de titel natuurlijk. Het is niet alleen de basisschool vandaag. Wij gaan vandaag naar de middelbare school. En nu denk je misschien van, huh? Gio, je had hier toch dat andere huis staan? Ja, klopt. Maar ik moest daar dus de middelbare school neerzetten. Anders werkte de mod dus niet. Dan kon Liam niet naar de middelbare school. Maar hiernaast is dus een middelbare school, dus we staan nu eigenlijk met ons huis in een hele grote schoolbuurt. Hier is dus een kleine school, hier is een middelbare school en hier is dan een normaal huis. Maar dat was dus nodig, dus hier is de middelbare school en Liam zit hier dus gewoon lekker naast zijn huis. Dus hij heeft eigenlijk een heel erg goed leven natuurlijk. Maar dat is dus wachten totdat hij thuis is en dan gaan wij de volgende dag, oftewel op donderdag gaan wij naar school... met Liam dus zijn eerste middelbare schooldag. Nou ja, hij zit er nu natuurlijk ook, maar dan kunnen we het echt gaan beleven. Ik weet natuurlijk niet hoe dat er weer uit gaat zien. Dat is waarschijnlijk weer anders dan de kleine school. Maar wat ga jij doen, Britt? Oh, je gaat lekker bij het kampvuur zitten. Oké, ja, dat kan. Ik weet niet waarom. Want ik wil dan natuurlijk weer eventjes met Britt op deze werkbank gaan. Want we hebben volgens mij weer wat nieuws gemaakt. En dat was in de inventaris. Ja, kijk. We hadden een messenblok gemaakt. Maar we hebben al een messenblok in de keuken staan volgens mij. Als ik het goed zeg. Ja, kijk, hier staat er al één. Maar dit is een bruine. Kijk, je ziet het verschil natuurlijk gelijk. En, oh, hij is nog kleiner ook. Ah, kijk, hij ziet er anders uit. Maar kan je deze dan ook gewoon kopen? Dat weet ik niet. Nou, dat maakt niet uit, maar hij ziet er in ieder geval anders uit. Dus ik plaats hem eventjes terug in de inventaris. En dan kunnen we hem bijvoorbeeld buiten neerzetten hier zo. Bij de barbecue natuurlijk. Hier is op het hoekje dan misschien. Gewoon de eigen gemaakte messenblok. Ja, kijk, dit ziet er leuk uit, dus dan hebben we dat ook neergezet. Ik wil zo steeds meer dus meubeltjes van dezelf. Want ik had hier zo ook een plantenbak neergezet met allerlei plantjes. Kijk, hier zo. Oh, zijn die dood? Oh, de plant heeft geen water nodig. Oh, deze plant heeft wel water nodig en deze plant ook. Maar die plantenbak heeft ze dus ook zelf gemaakt. Dus dat vind ik het leuke van die werkbank. We hebben nu natuurlijk dus een soort van kleine hobby voor Britt gecreëerd. Zodat ze dat soort dingetjes dus kan doen als ze bijvoorbeeld dus op donderdag of woensdag vandaag alleen thuis is. Want zij is volgens mij de enige die op woensdag en donderdag niks te doen heeft. Dus dat zijn gewoon haar vrije dagen. Ook al wil ik natuurlijk wel dat ze gewoon weer wat beter wordt op de werk. Dat ze dus promotie krijgt. Maar dan moet ik dus blijkbaar nog een keer mee naar de werkdag. Wow. Wat loopt hier voor donkere jongen? Of donkere jongen? Ik bedoel... Oh ja, het is een donkere jongen. Wow, dit is echt zo'n swagger boy. Oh, en hij... hij is verdwenen. Maar oké, we geven eventjes deze plantjes water. En dan gaan we nog eventjes kijken wat we meer met dit ding kunnen doen. Een meubel maken. Ja, kijk. Een barkruk. We kunnen dus nu ook al een barkruk maken. Bijvoorbeeld dus hier voor buiten. Want we hebben nog steeds die bar hier staan waar we eigenlijk nog steeds niks mee gedaan hebben ook. Behalve dat we er weer stinkende bordjes laten staan. Maar deze plantjes. Ja. Deze appelplant volgens mij. Bananenplant. Aardbeiplant. En aardbeienstruik. Ja, allemaal die dingen. Dat zijn dus ook van de zelfgemaakte of de zelfbestelde kruiden. Maar we laten haar het even maken. En dan gaan we eventjes door naar 3 uur. Als iedereen dus weer thuis komt. Dus tot daar. Oké, nou het is 3 uur geweest. En Britt was ook net precies klaar met het maken van die meubel. Dus die staat ook in de inventaris natuurlijk. En alle kinderen zijn weer lekker thuis. Liam hier zo. Onze nette jongen. Niet iedereen vond hem leuk, maar het merendeel vond... Oh, hij ziet er echt leuk uit. Dit is een jongen. Ik word zelfs verliefd op hem, zag ik in de comments staan. En toen dacht ik, oké, nou dan laat ik hem lekker zo. Ik bedoel, het is natuurlijk niet echt een kakker.
Hij ziet er gewoon leuk uit, netjes. Het is gewoon een nette jongen in plaats van zo'n hele stoere jongen. Jullie zeiden ook van Gio, je moet voetbalshirtjes gaan downloaden van Real Madrid of Barcelona. Dat is misschien inderdaad wel leuk als sportkleding dat ik bij hem kan gaan doen. Maar ik laat in ieder geval zijn normale kleding laat ik hierbij, want dat vind ik gewoon het leukst bij hem staan. Maar we gaan eens eventjes kijken, want Britt heeft die barkruk gemaakt en die staat hier zo. Ja, kijk, hier is de barkruk gemaakt door Britt. Nou, die is niet al te mooi. Ik denk dat ik die maar gewoon eventjes hier neer ga zetten, gewoon even voor de sier. Ik wilde Liam ook eventjes nog wat laten doen en dat was hier gewoon eventjes wat sportiever worden. Hij moet niet zo sportief als zijn moeder worden, want Britt, jongens, jullie vinden dat toch ook... Britt ziet er echt niet uit. Ze is te sportief, ze is te gespierd. Jullie weten natuurlijk dat ze hele erge armspieren heeft, hele erge buikspieren. Het valt te erg op. Dus er is één ding zeker. Ik denk dat als ik ooit nog een meisje... Oh, de reclamecampagne is over trouwens. Maar er is één ding zeker en dat is dat ik nooit meer een meisje sportief ga maken. Want de spieren die zien er echt niet uit. Maar de reclamecampagne is dus over. En dat betekent dus dat er minder klanten naar de winkel komen, zo te zien. Nou, dat maakt verder niet uit. Die kunnen natuurlijk gewoon weer een nieuwe reclamecampagne toevoegen. Maar ik heb hier dus eventjes Liam laten sporten. Hij is even lekker bezig. Ja, hij heeft nog niet de echte armspieren en hij is nog niet zo heel erg super gespierd. Maar daar kunnen we dus nog natuurlijk wat van gaan maken. We laten hem hier ook nog eventjes trainen op dit ding. Dat vind ik wat beter dan die loopband. En dan kan hij tegelijkertijd eventjes naar sport kijken. Dat is misschien wel toepasselijk als je aan het sporten bent om naar sport te kijken. Ja, kijk zo. Dat is wel leuk trouwens van de Sims, dat je gewoon meerdere dingen tegelijk kan doen. Want bij de Sims 3 was dat volgens mij niet. Dan als je ging sporten of tv kijken en niet tegelijk. Dus dat vind ik wel grappig. En zo te zien is Jack ook thuisgekomen. Die gaat eventjes weer zijn lekker normale outfitje aandoen. En hij is heel erg moe zo te zien. En wat heb je nog meer? Oh, hij is alleen echt heel erg moe. Nou, dan gaan we helemaal eventjes lekker een dutje laten doen. Ik bedoel, de politie is best wel volgens mij intens. En ik zie dat hier de kraan kapot is. Oh. Eventjes repareren. Of vervangen doen we dan maar even snel, want hier heb ik nu eventjes geen zin in. Nou, wat was jij nou weer aan het doen? Oh, ze gaan heel vaak in dat park eten natuurlijk hier zo. Ja, hier staan hamburgers. Dan hebben ze hier ineens gebarbecued en dan gaan ze altijd in het park naast het huis eten. Ik weet ook niet waar dat op slaat. En er zijn hier leuke kindjes bezig, twee jongetjes. Wie is dit? Jesper Schipper. Hey, een Jesper. En dit is, wie is dit? Dat staat er niet bij. Waarom komt de naam niet tevoorschijn? Nou, dat maakt verder niet uit. Maar Liam is dus lekker hier zo bezig. Want ik wil ook de volgende dag, als wij dus naar de middelbare school gaan, die hier dus gewoon naast het huis staat. Dan wil ik een vriendinnetje voor hem gaan fixen. Want dit is al aflevering 47. En bij aflevering 50 komt er natuurlijk weer een nieuw huis. Of ik kan het gaan rekken misschien naar aflevering 55. Als jullie dat per se willen. Of 53 bijvoorbeeld. Of gewoon een paar afleveringen later. Dan moeten jullie dat zeggen. Want als jullie nog heel erg trots zijn op dit huis. Ja, laat het dan natuurlijk maar achter. Maar oké, Britt heeft het hier ook lekker opgedwaald. Het is 's avonds natuurlijk. Het is al 6:15. Dus we gaan eventjes wat eten deze avond. En dat wordt diner serveren. Wij gaan lekker gewoon spaghetti eten. Dat hebben we lang niet op. En hey, huh? Waarom staan ineens alle bordjes hier weer? Ik kan... Wauw, eten ze serieus zoveel? Ik dacht dat ik dit had opgeruimd net. Nou oké, dat maakt niet uit. Dan laten we dat Liam maar dus even opruimen. Kom op Liam, jij gaat het al opruimen inderdaad. Noah, jij helpt eventjes mee, want dit is niet de bedoeling. En waar ben jij? Ah, ze is in slaap gevallen in het bubbelbad. Kijk dan, dat kan ook. Oh, dat is wel gevaarlijk. Niet dat er straks wat gebeurt of zo. Dat ze ineens in het bubbelbad valt en dat ze dan doodvalt. Hoop ik niet in ieder geval. We gaan trouwens een lichtkleur instellen. Even kijken. Oranje. Rood. Oké, zo. Oké, maar Britt is lekker de spaghetti aan het maken. Liam, jij bent aan het opruimen. Ja, goed zo. Waarom wassen ze steeds daar trouwens af? Ze kunnen net zo goed gewoon hier zo in de keuken doen. Dat snap ik ook weer niet. Oké, goed zo Liam. Goed bezig, jongen. Maar jongens, ik had een idee. En dat idee... Oh, wow. Noah is... Oh, iedereen is heel erg moe. Het is niet eens zo heel laat in de avond. Ik moet echt het slaapritme gaan verbeteren. Maar in ieder geval, dat idee was dus, ik wil, het is natuurlijk een redelijk onschuldige familie. De familie stelt helemaal niet zo heel veel voor, het is gewoon een leuke familie, maar ze doen niet heel veel. Dus ik dacht, wat nou als ik weer eerst wat spannends in de serie ga brengen? Net zoals toen dat vreemdgaan met Julia en toen met Cora natuurlijk van dat vorige huis en die vorige familie. Wat nou als ik nu in de kelder hier zo dus, een soort van moordkamertje ga maken? Of een paar moordkamertjes naast elkaar? En dat ik mensen daar gewoon laat uithongeren. En dat we dus eigenlijk een soort van mensen gaan vermoorden. Ik dacht, misschien kan ik dat wel eens doen. Dat is gewoon weer een hele andere wending aan de serie natuurlijk. Misschien vinden jullie dat niet al te leuk. Maar ik dacht, ik ga het gewoon eens een keer proberen. Dus ik ga straks een moordkelder maken. Of misschien nu al. Ik ga dat nu gewoon gelijk al doen. En dan kunnen we daar dus mensen een keer gaan uitnodigen hier. Zo dus in de kelder.
om gewoon langs te komen. En dan zetten we ze daarin, sluiten we de deuren, halen we de deur weg. En dan zien ze maar hoe ze het gaan overleven. Ja, heel erg idee, maar ik ga het wel doen. Oké, nou, het is een beetje jammer dat we deze dingen nog niet kunnen doen. Want daar moet Jack dus blijkbaar in niveau 3 van zijn rechercheurcarrière zitten. Maar dat zit hij dus nog niet. Dus we gaan tijdelijk eventjes wat andere dingen doen. Oké, ik heb nu dus dit. Dit zijn de kleine kamertjes ernaast. Het is dus gewoon in het gangetje waar eigenlijk niks is. Maar om het een beetje te verbergen voor de kinderen, die misschien wel later daar dus mee doorgaan met dit soort praktijken, laat ik het hierbij. Kijk, ik doe gewoon een soort van hidden door, oftewel een secret door, een geheime deur daar zo neerzetten. Ik doe hem iets meer naar hier trouwens. Zodat je het eigenlijk niet opvalt en dat alleen dus de volwassenen daar naartoe kunnen waarschijnlijk. Maar we hebben hier dus die twee kamertjes en we zetten er nu nog zo een muur tussen en hier nog een muur. En je hebt dus eigenlijk maar één klein duister lichtje. Maar ik denk dat als jij zo iemand bent, dat je hier niet graag wilt lopen met dit duistere licht. Hier, het is echt heel erg donker. En verder ziet het er natuurlijk echt totaal niet uit, want het zijn gewoon maar echt soort van moordkamertjes dus. Maar ik vind het wel een leuk idee om een keer te doen, om een keer de slechte kant van de familie te laten zien. Oké, hier echt zo'n deur en hier echt zo'n dikke deur. En er staat nu dus eigenlijk nog niks in die kamers. Het is eigenlijk nu gewoon nog erger dan dat het is in een gevangenis. Maar ik heb net eventjes snel een cheat ingevoerd, waardoor ik dus wel deze dingen kan neerzetten. Want ik dacht, het is misschien wel leuk, want waarom zou je het helemaal vrij moeten spelen? Je kan het net zo goed gewoon downloaden. Dus wat we er wel neerzetten is een muurbankje en verder eigenlijk helemaal niks. Gewoon een muurbankje hier zo en hier in deze kamer een muurbankje. Maar ik wilde dus eigenlijk een soort van deze dingen doen. Kijk, deze deuren, maar die passen dus waarschijnlijk niet hierin. Dan moet je dus waarschijnlijk een hoger plafond hebben, maar dat heb ik dus niet. Dus dat is verder niet zo heel erg erg. Oké, kijk, en dan hebben we er ook nog van die onzichtbare wanden in gedaan. En het is nu dus klaar en ik zal het je laten zien. Het ziet er echt heel erg eng uit. Ik denk niet dat iedereen het leuk gaat vinden in de comments, maar het is gewoon, het is wat anders. Dus je moet waarschijnlijk gewoon eventjes wat aan wennen. Maar, oké, we hebben hier dus Jack. Jack ligt trouwens even te slapen. Nou, we maken hem even wakker. En we laten hem hier naartoe gaan, hierheen gaan. Waarschijnlijk kan deze deur dan gewoon open. Dat is wel te hopen in ieder geval. Oké, hij gaat gewoon lekker de meidenkelder in. Helemaal niks vermoedend voor die meisjes natuurlijk. Die hebben hier gewoon hun prinsessenhuisjes. Eigenlijk hun hele mooie kamers. Waarom slapen ze er trouwens niet in? Ik weet het niet. Ja, hier, de deur gaat open. Oké, nu gaan we er zelf eventjes achteraan. Hier, het valt totaal niet op natuurlijk eigenlijk. En nu kan jij hier zo dus, kan jij wel naar binnen kijken. Nu kan je hier dus gewoon naar de cel kijken, waar dus die persoon in zit die je zou gaan vermoorden. En hier dus ook. Maar als je door de deur heen gaat, dan zie je een spiegel. Dus dan zie je alleen dit raampje en daar kan je dus doorheen kijken en verder niks. Dus dan weet je eigenlijk dat er een einde aan komt. Maar het ziet dus echt uit als een cel. Ik zie hier trouwens dat ik deze muur nog eventjes een kleur moet geven, dus dat zal ik straks even doen. Maar ik vind het wel grappig, dat gaan we dus waarschijnlijk de volgende dag doen. Maar we gaan eerst mee natuurlijk met Liam naar zijn school. Laat me achter wat jullie ervan vinden in de comments. Ik denk dat je daaraan moet wennen als je het nog niet leuk vindt. Maar ik vind het wel grappig om een keer te doen. Nou, we gaan lekker naar bed. Jack is echt heel erg moe. Britt komt ook maar lekker slapen. Hebben we volgens mij niet eens de spaghetti op nu natuurlijk, hè? Nee, oh, Vee heeft wel volgens mij de spaghetti op. Oh nee, niet eens. Nou, ga ook maar lekker naar bed. Jullie moeten toch maar naar school. Volgens mij heeft ze niet eens honger. Dus ga maar lekker in je prinsessenbedje liggen, hier zo. Oh, Noah ligt trouwens wel lekker in de bed. En dan moet ik Liam nog even naar bed sturen, die nog steeds aan het sporten is. Wow, die zal wel heel erg moe zijn. Dus dan ga ik die even naar bed sturen nog. Hier is het eventjes naar het toilet. En dan lekker naar bed, dat rijmt. En dan zie ik jullie bij de volgende ochtend, als Liam dus waarschijnlijk naar school moet. En we iemand gaan vermoorden. Oh nou, het is de volgende ochtend en ik kreeg ineens gelijk een melding dat Jack ouder is geworden. Jack is dus ook volwassenen. Hij is waarschijnlijk nu een beetje triest omdat zijn verjaardag niet gevierd is. Dat was daarom ook de vorige reden trouwens waarom Britt heel erg triest was. Ze vond het heel erg jammer. Vind je dit nu ook jammer? Volgens mij wel, hè? Ah ja, hier, hij is vergeten verjaardag. Ah, dat lijkt me zo stom ook inderdaad, als mensen je verjaardag vergeten. Gewoon bijvoorbeeld je ouders, dat lijkt me echt kut. Is bij jullie wel eens, zijn bij jullie je ouders wel eens je verjaardag vergeten? Want dat lijkt me echt heel erg stom, als dat zou gebeuren. Maar het is de volgende ochtend dus, het is 6 uur, dus over 2 uur moeten ze naar school natuurlijk. Gewoon even de straat oversteken en je bent er al. Eigenlijk voor allebei natuurlijk, voor iedereen. Het is weer, zoals altijd, een lekkere bende hier zo. Ik ga er nu echt een eind aan maken hoor. Ik wilde trouwens een schoonmaakster gaan inhuren natuurlijk. Maar schoonmakers die komen op de een of andere manier steeds niet opdagen bij mij. Die blijven steeds weg.
Dus misschien weten jullie waar dat aan ligt. Maar schoonmaaksters komen steeds niet bij mij thuis. Dus dan staat er nog steeds rommel. Maar dan zou ik ze wel moeten betalen. Maar dan heb ik er dus niks aan. Dus als jullie weten waar dat aan ligt, laat het alsjeblieft achter in de comments. Want dat vind ik natuurlijk echt heel erg stom. Maar op deze nietsvermoedende dag gaan er dus eigenlijk nog best wel gemeene dingen gebeuren. Want Liam gaat gewoon lekker naar school. Maar als hij thuis komt, dan gaan er echt dingen gebeuren met zijn ouders die echt erge dingen gaan doen. En ik zie hier trouwens dat hij liedjes kan gaan zingen. Liedjes zingen, kampvuur. Oh nee, ga maar gewoon een liedje zingen. Is dat dan ook dat hij gewoon op zijn kamer voor zichzelf gaat zingen? Dat lijkt me wel grappig trouwens. Oké, daar gaat hij hoor. Hij moet over een uur naar school trouwens. Hij heeft zijn huis ook al goed afgemaakt, dus dat is wel mooi. De kinderen volgens mij, de kleintjes hebben dat niet gedaan. Nee, hier inderdaad, jij hebt dat nog niet gedaan. En jij ook niet. En oh my god. Oh! Nee, dat klinkt echt prachtig. Echt geweldig. Het is leuk, maar ik denk dat hij het beter gewoon niet kan doen. Ook al klonk het niet heel slecht natuurlijk. Het klonk niet heel vals. Net zoals die viool toen, de vorige keer toen Veda mee ging spelen. Toen dacht ik echt van, nee, doe maar gewoon niet. Maar het is netjes de huiswerk aan het maken. En straks gaan we dus naar school. Ja, kijk, het is zover. Het is 8 uur. En wij kunnen mee met Liam naar school. Naar de middelbare school. Dus wij gaan natuurlijk ook mee. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit dan weer uit gaat pakken. Want de basisschool was in ieder geval heel erg leuk. Met al die kleine kindjes natuurlijk. Maar nu komen er dus waarschijnlijk ook allemaal tieners en zo. Dus we gaan het zien. Oké, nou ik ben er en... Wow, waarom... Jack, waarom ben jij hier? Ga eens naar je werk. Jack staat ineens hier zo bij school. Zo van, what the fuck. Maar oké, ik zie hier allerlei tieners lopen inderdaad. En Liam heeft trouwens een beetje honger. En wat wij moeten doen vandaag dus op zijn schooldag is dansen. Oké, we moeten een schilderij af gaan maken en naar de lucht kijken met de telescoop. Maar we gaan eerst eventjes een snack kopen. Een lekkere kant-en-klaar maaltijd. Want hij heeft een beetje honger. Dus met honger kan je natuurlijk niet goed je best doen op school. Maar deze school ziet er wel echt heel erg leuk uit in ieder geval. Kijk dan, al deze dingen. Hier allerlei toiletten natuurlijk. Dit is volgens mij ja, de muziekkamer gewoon... hier zo is de kunst- en schilderkamer. En hier zo hebben we de kamer van de conciërges, denk ik. En gewoon waar de conrector zit waarschijnlijk. Maar oké, jij gaat eventjes lekker je kant-en-klaar maaltijd eten. Dus dan kan je er even van genieten. Want zoals ik net al zei, zonder eten kan je natuurlijk niet werken. En hier zo, wow! Dit is de mediatheek dan, denk ik. Inderdaad, al die leerlingen zitten gelijk achter de PC. En wat hebben we hier nog? Hier is de enorm grote telescoop. Dit is de onderzoekskamer. En hier de werkkamer. Nou, oké. Ik ga straks natuurlijk eventjes in dit beeld door de school heen. Maar ik wacht eventjes voordat hij zijn eten op heeft. Oké, nou, hij is dus bijna klaar met zijn eten, zo te zien. En hij moet dus dansen. Ik zie hier al zo'n dingetje hangen. Dus we gaan daar gewoon eventjes lekker dansen. En wie is deze jonge dame? Nicole de Boer. Die ziet er niet al te gezond uit. Die is volgens mij een beetje ziek, want de hele huidskleur is groen. Kijk, die zit echt een beetje... Nu zie je Liam zo. Die ziet er gewoon goed uit. En dan zie je haar. En zij ziet er een beetje heel erg groen uit. Ook met de kleding natuurlijk. En deze hele school ziet er eigenlijk groen uit. Maar hij moet dus gaan dansen. Dus stop maar met eten, want je bent volgens mij wel klaar. Kom, ga dansen Liam. Stop met eten en kletsen met dat gekke wijf. Ook al moeten we natuurlijk hier wel een vriendin gaan maken. Waar hij dus mee verkeer in gaat krijgen. Maar we gaan dus dansen. Dus dat moet nu af zijn in ieder geval. Ai, kijk deze gekke dansmoves hoor. Dat kan ik ook echt niet hoor. Nee, dit ziet er echt heel goed uit Liam. Nee, oh. Nee, dit is echt goed. Nou, oké. Hij is dus klaar in ieder geval met dansen. En nu moeten we dus een schilderij gaan afmaken. Oh, hier zo is dus de schilderkamer. En hey, kijk eens wat voor leuke dame hier staat. Wie is dit? Maud Timmermans. Leuke naam trouwens ook. Timmermans is ook nieuw. Dat is ook heel erg leuk. Maar we gaan eventjes een normaal... Of een... Oh, wacht. Hier zo staat de schilderij. Deze moeten we afmaken zeker. Oh, nee. Die is al af. Oké, we moeten hier dus een klassiek schilderij gaan maken. Een klein klassiek schilderij, zodat we daar lekker snel klaar mee zijn. Oké, dan gaat hij daar natuurlijk nu aan beginnen. Maar die Maud Timmermans, dat is op zich wel een leuk meisje. En ik zie trouwens dat we ook nog een benedenverdieping hebben. Oh, kijk dan. Ah, dit is waarschijnlijk alle gym. Ja, dit is zeker weten de gym en het kookgedeelte. Kijk maar, hier heb je alle kookklassen. En hier gewoon dus al het gym. En hier het echte zwemmen, wat er echt heel erg mooi uitziet. Echt zo'n heel erg groot binnenbad. Ja, kijk, dit ziet er echt heel vet uit. En oh... Kijk, hier kunnen we dus naar de deuren, zeg maar. Dus dan loop je hier als student en dan ga je hier door. En dan kom je bij de kluisjes weer natuurlijk. Waar je, oh, de kleedkamers waar je je omkleedt. Lijkt me heel logisch. En dan hier zo bij een hele mooie rode loper eigenlijk. En dan ga je verder hier zo naar de gymkamer dus. Maar waar allerlei sportdingen staan. Ja, nou, dat ziet er ook heel erg leuk uit. En dan ga je hier dan denk ik naar boven gewoon weer naar de school. Ja, daar inderdaad. En dan hebben we hier nog toiletten, denk ik. Dat ziet er echt als een school uit. Oh nee, dit is de kookkamer natuurlijk.
Oké, nou, het schilderij heeft hij dus ook af. Nu moeten we trainen op een fitnessapparaat of... oh, je handen wassen. Ja, heel logisch voor school. Nou, dat kunnen we natuurlijk wel eventjes snel doen. Dat is niet zo heel moeilijk. Zo, gaan we even snel je handen wassen. Dan heb je dat ook gedaan. En dan moeten we... Dit is niet de telescoop, toch? Volgens mij niet. Dit is de telescoop. Naar de lucht kijken, ja. Naar de lucht kijken met de telescoop. Klimt hij daar dan helemaal in? Want ik heb nog nooit zo'n telescoop gebruikt. Oh, volgens mij moet dit meisje dat ook gaan doen. Maar wij zijn lekker eerder. Haha, lekker voor je. Oké, nou, hij gaat naar de lucht kijken. Dus dan heeft hij dat ook gedaan. Hij doet nu lekker veel dingen natuurlijk op school. Dan moet hij daarna dus trainen op een fitnessapparaat en nog gitaar spelen. Juist, kijk. Lekker bezig, Liam. Lekker bezig. Een foto, maar wow, we moeten wel echt moeilijke dingen doen op deze school, hoor. Is dit een kleuterschool voor grote leerling? Wow, stop, stop, stop. Ik zie hier echt een lekker ding. Lois, oh. Wat? Lois Scott, jullie kennen het natuurlijk wel van die vorige familie. Die is, nou ja, de gezicht ziet hier dan een beetje apart uit. Maar die is opgeknapt hoor, kijk eens eventjes. Ik dacht daar ga ik een relatie mee beginnen, maar dat kan natuurlijk niet. Want dat is volgens mij van de vorige familie. Dus ik weet ook niet of dat familie van elkaar is, maar dan zou ik dus incest plegen. En dat kan natuurlijk niet, hè. Tenzij jullie dat willen, want Lois Scott ziet er wel echt heel erg goed uit trouwens hoor. Holy shit, ik ga daar eventjes begroeten. Is dat dan zijn nichtje? Dat weet ik niet. Dat kan ik natuurlijk straks aan de stamboom gaan zien, want dat ga ik straks bekijken. Oké, nou, we lopen hier dus door de gangen, maar ik wil zeggen, het school draait natuurlijk wel eigenlijk om de schooltaken. En de schooldag is alweer bijna afgelopen. Maar het is natuurlijk ook wel leuk als je gewoon een vriendinnetje voor je school kan krijgen. Oftewel, in dus Liam zijn geval, dat lijkt me wel leuk als wij dus dat voor hem kunnen gaan fixen. Ook al is het een achternichtje of een nichtje. Hier, ze staat hier, maar ze is echt opgeknapt. En dit ziet er best leuk uit als stelletje, maar... Misschien weten jullie wat het is van familie van elkaar. Maar ik weet dat niet. Nou, ze zien elkaar in ieder geval wel zitten. Maar ik ga even stoppen met praten. Ze heeft ook trouwens weer redelijk grote borsten. Of dat valt nog redelijk mee trouwens. De anderen van die vorige familie hadden allemaal zulke tetten. Ja, tetten. Ik noem het eventjes zo. Niet altijd een netjes woord. Maar we gaan er eventjes trainen op een fitnessapparaat. En daarnaast de school hebben we afgelopen. Dus hij heeft niet echt heel erg zijn best gedaan op zijn eerste schooldag. Maar ik vond het wel eventjes leuk natuurlijk om heel de school te ontdekken. En zeker de nieuwe mensen. Want Lois is nu een vriendin van hem. Ja, kijk. Oh ja, hier, het is zijn neef of zijn nicht. Het staat er zelfs. Maar ze kenden elkaar niet. Oké, dan kan ik sowieso geen relatie met haar nemen. Want dat ziet er wel heel erg raar uit natuurlijk als je met je nichtje wat hebt. Dus dat ga ik maar niet doen. Nou, de schooldag is over. Hij heeft natuurlijk 0 euro verdiend. 0 cent dollars. Dus wij gaan lekker naar huis. School is weer over. Hij heeft waarschijnlijk wel weer wat huiswerk. Maar als dit scholen voorstelt op de Sims, dan doen ze werkelijk echt helemaal niks. En dan snap ik waarom Sims soms zo dom voor zich uit staan te staren. Want ze leren dan echt niks. Niet eens een leren op deze scholen die ze zegt van, oh, ga dit eens doen. Nee, het is gewoon helemaal niks. Nou, we zijn dus lekker thuis. Ik ga waarschijnlijk de volgende aflevering dus die kleding aanpassen van Liam. Want ik vind dit nou niet al te leuk qua sportkleding. Maar we gaan dus eventjes iemand uitnodigen voor in de moordkelders. Wie gaan wij uitnodigen? Wij gaan Mart uitnodigen. Of Alice. Oh, Alice is al dood. Onze vorige... hoe heet het? Die vrouw die we natuurlijk toen hadden in de winkel. Waar we toen hele erg ruzie mee hadden gekregen. En waar Britt toen nog mee gevochten heeft. Maar die vrouw is blijkbaar dood. Nou, we zijn dus nu iemand aan het uitnodigen die ik verder totaal niet ken. Waarschijnlijk heeft ze die leren kennen in de winkel. Mart Koster, zo heet hij dus. Die komt waarschijnlijk hier dan ergens bij de deur te staan. Maar jullie hadden ook nog gevraagd van... Gio, kan je een keer de stamboom laten zien? Dus, ik ga de stamboom laten zien van Britt. Wow! Julia is dood. Oh nee, Julia is dood. Van de vorige familie. Overleden door ouderdom. Dood door ouderdom. Hier, zij heeft natuurlijk de kleindochter Lois. Ja, inderdaad. En de kleinzoon Liam. En ik wilde daar dus een relatie beginnen. Maar Julia is blijkbaar dood. En Luke heeft nog steeds met Demi. Ja, en die hebben natuurlijk nog steeds hun kind Lois. Die echt een lekker ding geworden is. Net zoals Britt toen ook natuurlijk geworden is. Maar dit is de stamboom. Bij Julia stopt het natuurlijk omdat ik toen van PC gewisseld ben. Dus toen heeft hij de vorige van de stamboom niet opgeslagen. Maar we hebben hier zo Mart Koster. Jij gaat dood, jongen. Wij gaan hem begroeten natuurlijk. Eerst eventjes wel een oprecht compliment geven. Maar dan gaan we hem de kamer inlokken en dan is het over met Mart Koster waarschijnlijk. Oké, nou, ze hebben hem dus begroet en ik ga gelijk beginnen. Ze gaan nu samen naar de kelder toe. We gaan gelijk tot actie overslaan. Britt wordt de eerste iemand die iemand gaat opsluiten in de kamer des doods. Wow, het klinkt allemaal heel slecht. Ik hoop ook dat het gaat werken trouwens. Maar oké, we zijn dus hier zo bij de kamer. En Mart is hier zo. Wij lopen nu snel eruit. Ja, je bent nu nog lekker met hem aan het kletsen. Maar dit is waarschijnlijk wel zijn laatste leven.
Dus snel, kom, eruit. Oh, wacht. Ah, deze deur is maar van één kant toegankelijk. Oeps, dan moeten we eventjes een andere deur doen. Kijk, dan doen we het gewoon eventjes zo. Dan heb ik hier twee deuren geplaatst en dan kan ze nu dus weggaan. En dan haal ik straks snel deze deur weg, zodat Mart dus niet kan vluchten. Oké, okay, die eruit. En Mart is dood. Tenminste, voor zo goed als dood, want hij is opgesloten. Oh shit, hoe gaat dit aflopen? Hoe gaat dit aflopen? Ik ben heel erg benieuwd. Nou, dat is dus wat jullie zien in de volgende aflevering. Je moet dus blijven kijken als je dat wilt weten hoe dit gaat aflopen. Of Mart ook werkelijk waar dood gaat. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Het was een soort van cliffhanger. We weten dus niet of Mart dood gaat of wel. Ik bedank jullie dus voor het kijken naar deze Sims 4 aflevering. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Jullie hebben waarschijnlijk nu heel erg veel zin in de volgende. Ik zorg ervoor dat het niet te lang duurt. Doe nog even de blauwe duimpje omhoog natuurlijk als je dat niet gedaan had. En ik zeg... later. Ja, ik ga beginnen.